Ik ga het toestelje aan u geven, hè. Goed inademen, mond erop plaatsen en blazen, doen we ze. Blijven blazen, nog een beetje. Ja, dat is voldoende. Merci. Wie vanuit Gent het centrum van Eeklo wil binnenrijden via de N9, houdt zich maar beter aan de snelheid. Wie een zware voet heeft, wordt geflitst en even aan de kant gezet. Vandaag controleren we hoofdzakelijk op snelheid, maar we staan als politiezone ook voor een kwalitatieve controle. Dat wil zeggen dat we niet alleen overgaan tot het meten van de snelheid, maar dat we ook een grondige controle doen van de boorddocumenten, rijbewijs en alcoholcontroles en indien nodig ook drugcontroles. Dag op dag, 27 jaar geleden, op 27 februari 1996, gebeurde op de E17 in Nazareth een zware kettingbotsing. Er vielen toen 10 doden en honderden gewonden. Een jaar later was er voor de eerste keer de verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen. Een dag waarop de provincie stilstaat bij deze vreselijke gebeurtenis. Maar ook een dag waarop bestuurders gesensibiliseerd worden over de gevaren van overdreven snelheid. De meest ernstige ongevallen hebben vaak te maken met de snelheid in het verkeer. En dat is ook logisch. Je ziet minder, je reageert dus trager. De remafstand wordt groter en de letsels, de gevolgen voor de andere bestuurders zijn ook vaak veel groter. Om een voorbeeld te geven, wanneer je 65 rijdt in plaats van de toegelaten 50 km per uur, dan is de kans op overlijden voor het slachtoffer 4 keer zo groot. Dus even nadenken wanneer je te snel zo gaan rijden, trager is veiliger. En dat is de S van Safe, dat is in orde. Voilà. Even wachten op de documentjes nog. Ja. Op meer dan 120 locaties in onze provincie voert de politie snelheidscontroles uit. En dat het nog altijd nodig is, blijkt uit de cijfers van vorig jaar. Toen reden er elke dag gemiddeld 2609 bestuurders in Oost-Vlaanderen sneller dan toegelaten. Dat is het hoogste cijfer van de afgelopen 10 jaar. Het moet inderdaad beter, maar we zien ook dat alle lokale besturen samen met de lokale en federale politie extra controles hebben uitgevoerd. En dus is er een hogere pakkans. Maar precies die hogere pakkans laat mensen precies beseffen dat je moet houden aan de opgelegde snelheid. Want dat je anders beboet wordt en dat is wat wij niet willen. En dat is wat bestuurders ook willen vermijden. En op die manier gaat de verkeersveiligheid erop vooruit en dat is waar we allen naar streven. Uit cijfers blijkt ook dat dit soort van acties wel degelijk effect hebben. Tijdens de verkeersveilige nacht in december vorig jaar reed slechts 4,3% van de gecontroleerde voertuigen te snel. En dat is het laagste cijfer sinds 2010. Door veelvuldige controles uit te voeren, denk ik wel dat er een mentaliteitswijziging aan de hand is bij sommige mensen. Natuurlijk zijn er altijd hardleerse mensen bij, die zich niet altijd aan de snelheidslimieten houden. Dus is het wel nodig om altijd te blijven inzetten op die controles.